DVS speelt gelijk tegen Harkemaarse Boys. Nou, gelijk spelen doen we niet zo heel vaak. Meestal de laatste periode winnen we. Zie ik dat niet zo vaak DVS gelijk speelt. Ben jij tevreden met de punt? Of dacht je van ja, ik weet het niet? Nou, ik vind het best wel een moeilijke vraag. Want aan de ene kant denk ik, laten we dan positief beginnen, denk ik dat wij met name gedrag hebben getoond dat we een wedstrijd wilden winnen. Ik vind dat we dat meer hebben gedaan dan Harkemaarse Boys. Hm. Dat vind ik. Opvatting, ver naar voren, veel aan het aanvallen. Dat heeft denk ik ook te maken met het gedrag wat Harkema laat zien. Hè, wat verder naar achter spelen. Dan is het heel moeilijk om er doorheen te spelen. Ik vind niet dat we heel veel grote kansen hebben gehad. Ik vind wel dat wij een velddoelpunt maken. Het schot van Oussama, de 1-1. En zij een bal vanuit een ingooi scoren. Maar goed, uiteindelijk is dat wel een heel belangrijk onderdeel van het spel. Dat bleek vandaag alweer. Ja. Ik zag je appelleren, want ik heb er niet op gelet, maar hij was een beetje veld in. Volgens mij die rechtsback gooide al een keer met één hand. Daar vond ik al wat van. En ik denk, nou hou je nog rustig, dat is rond de middenlijn. Maar bij zo'n doelpunt zit één de frustratie natuurlijk in dat je hem tegenkrijgt. Maar hij stond gewoon echt met zijn hele voet stond hij over die lijn. Kijk, ik snap dat je die lijn iets moet aanhouden mag aanraken. Dat moet zelfs, maar hij stond er nu helemaal overheen. Ja en ik vind, daar wordt dan niet naar gekeken. Maar goed, uiteindelijk staan wij niet goed, hè. We moeten ook niet te veel gaan wijzen. Nee, en hij raakt hem geweldig, hè. Ik bedoel, meestal schieten ze de ballen niet zo mooi. Kijk, Ian staat daar en die jongen die laat hem dan lopen. Hè. Die gaat bukken en daar reageren wij eigenlijk dan iets te laat op. Maar ja, dat is ook creativiteit om zo'n bal dan te laten lopen. En hij schiet hem geweldig binnen. Ja. Die dingen gebeuren dan helaas. En ik moet zeggen, na rust hebben wij alleen maar aangevallen. Volgens mij heeft veelal bij hen op het veld gespeeld of op de helft gespeeld het spel. En na de 1-1 gaan wij eigenlijk nog meer gas geven, vind ik. Krijgen we een paar van die hagelijke situaties binnen de 16. Nicky kan hem eigenlijk twee keer inschieten. Of inschieten, maar hij kan hem in ieder geval op de goal schieten. En hij raakte dan niet helemaal goed helaas. Er waren ook moeilijke ballen. Maar dan hoop je ook een beetje op zo'n schot. Hè? Zoals dat het net goed valt, net als vorige week. Zoals ze bij Harkema wel binnenschoten op die techniek. Ja, dat gebeurde niet. Maar ja, wat ik ben heel, dat heb ik net ook gezegd. Ik ben echt tevreden in die zin over wat we hebben laten zien. Ja. Ik vond het baltempo niet altijd even hoog. Hè? Waardoor Harkema, en dat deed Harkema wel goed als je het over organisatie, dicht kon lopen. Meekantelen. Dat lag ook wel aan dat ik vond dat wij vaak te lang aan één kant hielden of dan weer een tussenstation hadden om aan de andere kant te krijgen in plaats van dat we dat in één keer deden. Maar ik vind wel dat we hebben gestreden, dat we als team hebben gespeeld. Ja, zeker. Dat we met heel veel power hebben gespeeld en echt een tegenstander die gewoon op dezelfde positie stond als wij op de ranglijst. Echt onder druk gezet. En, goede ploeg en dat geldt voor beide elftallen denk ik. Die gaan, ik denk dat we ontlopen elkaar niet heel veel wat dat betreft. Allebei een duidelijke spelopvatting en zit goed in elkaar. Ja, dan gaat het echt om details, hè, en dat blijkt wel uit de 0-1. Om even opletten. Ik kan alleen maar trots zijn. En natuurlijk balen we dat we hier twee punten laten liggen. Zo voelt hij nog steeds voor mij, meen ik echt. Maar goed, aan de andere kant, we hebben beide ploegen hebben niet heel veel grote kansen gehad. Nee. Dat is toch wel belangrijk. Je kunt heel leuk voetballen, maar uiteindelijk moet je ook heel veel kansen krijgen. Balbezit krijg je geen punten, nee. Maar, we hebben wel gestreden en daar hebben we het ook wel eens over gehad. En daar verdient deze ploeg een groot compliment. Absoluut. Nee, zeker. Het ziet er goed uit de laatste weken. En we gaan verder volgende week naar HC en dan zijn we weer thuis hier tegen Dem. Ik zat alleen maar nog te bedenken, de indraaiende corners. Ja, dan paak je net een beetje te dicht tegen de keeper, maar dat zal Mike ook wel weten. Dat is jammer. Ja, goed, dat is dan waar je de focus op legt. Hè? Want hij lachte er volgens mij ook vier gewoon prima neer. Ja. Wat verder van de keeper, maar ik snap wat je zegt. En, we kregen er ook veel, hè? Keeper, dus. Ja, we kregen er ook veel. Nou, dat is ook weer een afspiegeling van het spelbeeld. Dus uiteindelijk, daar moeten we mee aan de slag blijven gaan. En, lekker verder bouwen, gaan we doen. Hey, dankjewel voor nu en we gaan een biertje halen. Oussama Siali, na een moeizaam begin in verband met een blessure en de voorbereiding, et cetera. Nu toch in de hoofdmacht gekomen en je eerste doelpunt gemaakt. Hartstikke mooi. Ja, dit is onbeschrijfelijk natuurlijk. Ik heb vorige week al een paar minuten mogen maken bij Excelsior 31. Vandaag voor het eigen publiek is het allermooiste natuurlijk om zo in te vallen. Belangrijk zijn we toch een puntje die we eruit halen. Ik had gehoopt dat er meer in zat. Ik ben natuurlijk heel blij met mijn goal en dat ik het publiek een beetje heb kunnen vermaken.
Ja, je kan toch wel stellen dat Harkemaanse Boys behoorlijk naar adem zat te happen, hè? Met het slotoffensief. Dat denk ik ook. Ik denk dat als de wedstrijd iets langer geduurd dat ze het niet hadden gehaald, denk ik. Ja, precies. Heb je het naar je zin hier? Ik heb het enorm naar mijn zin, echt. Vanaf dag 1 ook, hoe ik hier ben opgevangen. Het team, wat ik zei, de technische staf, maar ook de mensen die er alles omheen regelen, die zijn echt top. Echt mensen met een goudhart. Kan ik beschrijf zeggen. Je doelpunt nog eens even. Ja, ik zag dat Mike de bal aan zijn voet had. Ruimte lag voor de 16. Ik kom in die ruimte terecht. Ik neem hem aan en eigenlijk is niet nadenken. En ik kon hem best wel makkelijk door de poortje van de verdediger langschieten. En je ziet dat de keeper verstijfd staat dan, want het zijn best wel lastige ballen. Ik kijk heel erg naar Mbappé, die doet dat ook heel veel. Die gaat dan naar binnen en die zoekt de verre hoek eigenlijk, maar dan schiet hij hem toch wel kort in de korte hoek. Dus dat is ook een beetje mijn kracht. Ja, dat is echt ook heel mooi. Want je kwam verleden week natuurlijk tegen Excelsior 31 ook al in een positie waarvan ik dacht van oeh, en dat was een nog veel krachtiger schot dan deze. Maar deze was zo mooi geplaatst. Ja, klopt. Deze is natuurlijk iets meer eerste, maar je komt ook recht voor de goal staan. Dus dan is het iets makkelijker om dan die hoek uit te kiezen. Bij Excelsior 31 kwam ik van een iets schuinere hoek, maar die was wel behoorlijk hard. Jammer dat die er niet in vliegt. Oké, heel veel succes dit seizoen verder nog. Ja, dankjewel.